Is vanmorgen het Belgisch kampioenschap valschermspringen beëindigd. De deelnemers begonnen zaterdag aan hun 10 sprongen en vanmorgen werkten ze de laatste af. De paraclub van Oud-Turnhout heeft net als de voorbije jaren de titel gewonnen. In dat Belgisch kampioenschap moesten de 10 deelnemende ploegen 10 sprongen uitvoeren. Bij elke sprong moeten er vooraf geloten formaties worden uitgevoerd. Wanneer de 4 valschermspringers uit het vliegtuig springen, hebben ze 35 seconden de tijd om zoveel mogelijk van die opgelegde figuren uit te voeren. Valschermspringen is dus vooral een mentaal veeleisende sport. De 4 moeten ervoor zorgen dat ze de vooraf ingestudeerde, vaak ingewikkelde figuren niet vergeten tijdens de sprong zelf. Dit is een van de beste sprongen van de Belgische kampioen, Compal, de paraclub van Oud-Turnhout. Een sprong met 13 figuren, op beelden vastgelegd door de cameraman van het team. Zijn beelden gelden als bewijs van de sprong voor de jury. De 5 van Compal reizen binnenkort naar Arizona, waar het wereldkampioenschap plaatsvindt. Sierlijk einde van het sportnieuws. Tijd voor...